Zo, dames en heren, wat we gaan doen, we gaan even een lekker toertje maken met de motor. Ja, ook ik heb een motor. En ga ik samen met Fabienne gaan we even een rondje doen. Eens even kijken, hebben we alles? Ja, we hebben alles. Op, lekker. Nou, we moeten eventjes de deur maken. De buitendeur blijft open voor de hondjes. Dan kunnen die ook weer wat meer ruimte. Terug. Hop, pakkee. Ja, Fabienne. Moet even deurlijk maken. Zo, nou. Hallo. We gaan even een rondje maken dan. Ik weet het wel ongeveer waarheen. Kom eens. Ik moet even één ding laten zien. Wat voor is dit? Want kijk, dit kan helemaal omhoog. Ja, dat is voor je lucht. Oh, nou wat. Nou, kijk eens, het is perfect weer om even lekker een rondje te doen. Ik moet nu even wel wat dingetjes prepareren. Ik ga eens even laten zien. Kijk, dit is mijn vuurblikkie. En Kawa. Kawa 7,5 LTD. Een beetje gecustomized door diegene waar ik hem van gekocht heb. Een aantal jaar geleden. Ik ben er wel happy mee. Ik was op zoek naar een viercilinder. Die waren gewoon net even een fractie duurder. Maar deze loopt ook lekker. Hey. Ik heb een GoPro'tje erop gezet. Tenminste, ga ik even kijken of dat daar werkt. Ik weet niet hoe dat is. Ik heb geen echte GoPro. Een beetje een imitatie ding, dus ik moet even kijken hoe dat gaat. Goed, ik ga weer even helemaal op. Ik ga even prepareren, GoPro'tje erop zetten. En dan gaan we een rondje kachelen. Ik zeg tussendoor tot ziens, tot straks. Misschien alvast blauw duimpje omhoog. En dan even alvast abonneren op dit kanaal. We zien jullie straks ook bij de pauze of zo. Kijk wel.
bij een stopje. In Groesbeek. Even lekker met de motor stoppen. Een kopje koffie drinken. Samen met Fabianne. Volgens mij vind je het wel hartstikke leuk. Toch, Fabianne? Ja. Hallo. Nou, het is gewoon keileuk. Het is lekker weer. Klein windje, maakt niet uit. We zijn al Groesbeek gereden. Via Graven, Oefold. Gennep, Mulsbeek. Via de Bredeweg, Groesbeek. Dan ga ik daar een stukje door. Dan gaan we waarschijnlijk via Nijmegen. En dan gaan we langzaamaan weer een beetje terug. Nou, een klein tochtje gehad. Maar helemaal top. Dus ik ga daar even genieten van een lekker kop koffie. Dus een cappuccinoetje. Heerlijk. Ik zie je straks weer als we misschien weer kunnen stoppen of als we klaar zijn. Tot straks. Blauw duimpje omhoog. We'll be right back.
Gewoon zo beginnen zo. Zo van de zijkant zo naar achteren. Maar ik kan niet iets met je hoofdhuid doen, toch? Nee, als je hem goed vlak houdt zo. Zeg maar dat je hem echt zo houdt. Dus niet zo, maar echt gewoon zo vlak. Dus dit vlak. Ja. Of dit vlak moet eigenlijk zeg maar over de hoofdhuid gaan. Oké. Okay. Ja? Dus zeg maar zo. Ja, en dan aanzetten, want anders gaat je happen. Ja, ik merk het. Nou, oh, wacht even. Nou, mensen. Oh, echt? Nee, laat me aanstaan. Nee. Laat me aanstaan. Nee, dan horen ze niet. Aanstaan. Ik hoor ze niet. Oh, dan horen ze wel. Nee. Wel? Nee. Nou goed. In ieder geval, mensen, ja, het is wel laat, maar goed, we gaan haren scheren. Voor mij had ik al beloofd dat Fabienne dat ze een keer mogen doen nadat ik het een keer zelf heb gedaan met de ochtendfilmpje. Met de boodschappen of ontbijtje maken had ik dat gedaan. Een paar weken terug. Toen zei ik tegen Fabienne van als het goed is, mag je dat een keertje bij mij doen. En dan gaan we dat opnemen en dan gaan we ook kijken of dat we dat lekker op YouTube kunnen zetten. Ons kanaaltje, de stofjes. Dus bij voorbaat eventueel een blauw duimpje omhoog voor Fabienne natuurlijk. En eventueel een blauw duimpje voor mij, omdat ik zo gek ben om dit te laten doen. Door mijn dochter. Nou. Maar goed, ik heb er alle vertrouwen in. Kan niks kapot. Ik bedoel, hooguit dat... hooguit dat misschien de hoofdhaar dat ik... Of de hoofdhuid misschien helemaal rood is, maar dat geeft niet. Dat maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. Lijkt mij top. Ik zeg Fabienne, ja. Go, go, go. Nee, nee. Let's do this. Daar komt ie. Yay. Hij mag iets sneller, Fabienne. Zo, ja. Ja. Je bent er net als de andere. Allemaal halve vecht beginnen. Als je nou gewoon van hier zo deze kant op gaat, zo. Ja. Helemaal rond. Dan heb je niet zoveel niet last van... Nee, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd. Oh jee. Wat nou weer? Wat ben je wel... Ja, dan moet je niet... Ja, wat ben je nou vergeten? Wat ben je aan het doen? Kut. Wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Moet ik nou alleen doen? Hallo meneer! Nee, dit gaat weer verkeerd. Ik doe het meteen. Auw! Ja, ik kijk constant wel... Wanneer komt hij op Videoland? Oké. Oh, volgens mij is iets van plan. Ik denk dat... nou ja, goed. Ze willen denk ik iets doen. Geeft niet. Maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Dan kijk ik wel goed opnieuw. Nou. Hallo meneer. Dag mevrouw. Wat wilt u met uw haar? Nou, gewoon kort. Lekker kort, strak. Maakt niet uit. Doe maar iets. Volgens mij was het al begonnen, maar geeft niet. Maakt niet uit. Goed. Wilt u... Wat ga je doen? Wilt u er een biertje bij? Dat is wel heel erg. Dat is wel heel erg luxe. Ga je weer de kapper en dan krijg je gewoon een biertje gepresenteerd. Nou ja, lekker. Dat is wel een biertje. Het is wel een heel raar biertje, ik ken deze niet. Oh, laat eens kijken dan. Er zit een bubbel op. Dit is een Hertog Jan Grand Prestige. Grand Prestige, snap je? Prestige. Dat is een lekkere, deze is 10%. Dat is een hele sterke. Nou. Ik dank u, maar heeft er ook een glas bij? Ik heb daar een mooi glas gekregen daar straks van Amber. Ik zal even kijken voor u, meneer. Dat is wel extra geld, nou, hè? Nou, dit is wel... Dat is wel extra geld. Ja, ook nog een keer. Nou ja, goed, dit is... kijk, een lekkere Grand Prestige. Daar staat natuurlijk een spiegelbeeld op. Dat is een Grand Prestige van een Hertog Jannetje. Ik 10%. Die gaat wel even in. Kan ik daar lekker slapen? Morgen vroeg gewoon werken. Komt goed. Meneer?
Even een glas. Nou, ik heb er toch maar een partijtje glas, jongen. Je wil het niet weten. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we dit doen in een... Bart! In Hertog Jan... Oh, nee. Wacht maar. Nee. Dit is apart. Dan gaan we dus een Grand Prestige van Hertog Jan in een grolsglas presenteren. Grolsglas. Maar, let op. Dit staat erop. Oké, het is wel eens wel een spiegelbeeld. Maar ja, helaas. Ik ben Brabander. We zijn gewoon voor PSV. Zo simpel. Zijn wij Brabander? Zo is het. Zijn wij een Brabant? Nee, wacht nou. Nee, daar ga je niet inschenken. Deze moet je speciaal inschenken. Kijk, dat moet je heel rustig doen. Ze zien het niet. Heel rustig zo. Heel rustig. En op het laatste moment ga je omhoog en dan krijg je die lekkere schuimkraag erop. Ik ga even duren. Kijk eens. Nou. Meneer. Hoe mooi kan die zijn? Ik ben mijn scherpraad kwijt. Oh meid. En nu? Mij is het erg. Ik moet even zoeken naar meneer. Oh, hij heeft het aanrecht. Proost. Kippen. Lekker. Nou, nu kunnen we echt beginnen. Nou, nu kunnen we echt beginnen. Oké, ik zeg top. En let's go. La 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 la. Maar als je wilt zingen, is het dan extra geld? Alweer extra geld. Hè? Je hebt bij mij extra geld dat vragen. Oh, lava in het oor. Stil. Wat ga je doen? Ik ben nou schudden. We hebben nou stil. Ik doe niks. Nou, je loopt te lachen. Vind je gek? Vind je gek? Jullie liggen zo met dat ding te schudden zo. Hé, hey, sambabolle. Waar ga jij mee, joh? Ik snap jou echt niet. Dat doen, doen die anderen ook allemaal. Dan beginnen ze in één keer van voor en dan in één keer beginnen ze weer achter, hè? Nee, voor is al klaar. Nee, aan deze kant dan? Ja, dat moet ook nog. Ik ga gewoon een rondje. Oh ja. Oh. Zo tegen de tafel aan. Wacht, ja, anders heb je hier zo kou. Even wachten. Ja. Anders heb je zo kaal en hier zo kaal en heb je hier zo mat. Zo mat haar. Mat haar. Ik heb al een poespoetje laten. Ben je ergens halfweg beginnen? Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit ziet dadelijk. Mond dicht. Extra geld. Ho! Nee! Jawel. Meid, heb je wel stil. Even een biertje. Ja. Er gebeurt er wat? Oh ja, tuurlijk. Je moet hier echt licht laten hangen. Ja, dan zei je dat het eigenlijk een beetje te donker was. Maar nee, je moet. Papa, we moeten het gewoon doen. Papa, we moeten het gewoon doen. Ik denk dat ik me daar toch voor joker loop, als ik klaar ben. Nee. Nee? Dat wel nee. Oké. Misschien een klein beetje omdat ik nou geen licht heb, maar... Daar heb je weinig van. Oké, je hebt extra haar.
niet overheen gooien. Moet je daar ook opruimen, hè? Nou, best een meidje best. Stil! Stil, ik ben stil. Tenminste, ik zit stil. Niet dat je gaat lachen. Niet. Dat is een beetje hard. Dan ga je zo haar niet kan maken of zo. En joh. Nee, eigenlijk ja. Je voelt het goed. Nee, hier is langer dan hier, joh. Ja, ik ben hier nog niet klaar met. Ja, maar daarom zeg ik, als je nou eens gewoon zo in baan had gedaan, ja. Dan was het precies goed geweest. Ja. Ja, dan begin ik nog helemaal niet. Please. En? Kun je ze tellen? Dan ga je ze nou tellen? Hoeveel haren ik nog heb? Nu tenminste nul. Min. Nou, je bent te kijken of je sprietjes ziet. Mm-hmm. Echt met handen. Weg! Ja joh. Hallo mevrouw. Hoe ver bent u? Ja meneer, het is helemaal klaar. Is je klaar? Helemaal goed gekeurd. Ja? Ja, ik klim even met een handje over de bol. Nee, dat is toch top? Of wie dan? Is dat zo? Ja, ik... Meestal moet ik... Meneer, dat doet u bij de eigen kap toch ook niet? Ik ben even klaar, hè? Ik hoor je nog steeds. Nou, meneer. Hè? Je bent er nooit mee. Ik weet niet hoor, kapseltje, maar. Ik heb hem niet vlak genoeg gehouden, denk ik. Van onderaf. Sorry. Neem hem vanuit de nek. Ja, het lijkt allemaal wel makkelijk hoor, zo scheren. Maar het is moeilijker dan je denkt. Ja, misschien dat het nou ook wel de reden is omdat het nou een beetje in het donker doet. Zoals ik al zei, het is al laat. We doen nu eigenlijk bij sumieren verlichting. Dat gebeurt natuurlijk bij een echte kap ook niet, dan heb je ook gewoon voldoende licht. Om dus de kleine haartjes te kunnen ontdekken. Maar het is gewoon leuk. Zoals ik al aangeef in de beschrijving, gewoon een beetje gek doen. Voor de YouTube. Voor ons kanaal. Ja, meneer, zorg dat je oordak afleeft. Met allemaal van haar, hè? En?
Ja, ik heb nog een keer voor de zekerheid, want anders ga je weer. Ik ben geen Chinees meer. Nee, geen Chinees, nee. Ja? Ja, ik ben nu. U sprak in één keer Chinees, dus, oh. Zeg dat, hè? Ja, nu vind ik het helemaal mooi. Ja? Nou, ik ben ook wel content mee. Moment, blijf even zitten. Wat is dat nou weer? Oh, oké. Oké, dank wel. Ik ben even terug hoor, wacht even. Nogmaals, proost. Santé. Skol. Zum wohl. Nuste love je. Nou meneer, voor de kleine haartjes nog lekker ze. Ik ben een andere iemand. Oh. Een andere vrouw. Oh, je. Oh. Het andere vrouw heeft me net ekkers genoemd. Oh. Dat ik doe ekkers uw haartjes moet knippen een beetje. En dan zijn we klaar. Welke haren? Dus dat is het niet meer. Nou, kijk eens hier meid. Hè? Je zit hier. Ja, ik heb nu echt heet dat je helemaal klaar bent. Ik ga even de andere mee weghalen, ja? Zo ben je het echt, hoor. Ik ga dan nog iemand aan die het moet controleren. Ja. Oké. Wat een specialist. Wat een specialist. Proost. Oh, dit is toch heerlijk zo. Dit is toch lekker. Leuk. Zo'n dochter die al zo een beetje mee gek doet. Heerlijk. Hou ik van. Hou ik van. Beetje gek doen. Dus ja. Lachen. Nou meneer, ik kom eventjes je haartjes ergens bij spuiten. Wat kom je nou doen? Ja, de andere vrouw met de pantenbril heeft me net even gestuurd. Dat ik eventjes nog zo wat sprayen, weet je wel. Wat is dat voor spray? Haarspray. Wc kan? Ja. Leek wel voor de wc? Kijk! Haar. Haarspray. Vertrouw me maar, ik ben met de bedoeling van kou. Huh? Hey. Dat moet ik niet doen. Niet doen. Beetje bevrappen. Het is zat. Ja, ik moet even nog de andere mevrouw halen dat alles klaar is. Dus ik ben zo terug hoor. Oh mijn god. Jongens. Wat is die ook af en toe maf. Maar ik geef niet. Nogmaals. Ik heb liever dit zo, dat ze van die chagrijnigen zijn. Heerlijk. Heerlijk is dit. Wat heeft ze nou dat... Meneer. Ik ben even iemand anders. Ik kom even schoonmaken. Je weet toch? Al die haartjes die op de grond liggen. Dat kan niet, hè? Hier, ga maar even bij. Nee, nou voor je. Ik ben aan mijn oortjes gepakt. Ja, hé. Hey. Bij de tentje, zie je niet dat er een telefoon aan zit? Zie je dat niet? Nee, er zit niks aan. Zit een telefoon aan, hè? Zie je dat niet? Of is het ineens van Ambo? Kijk, zit een telefoon. Ja, hoor je dat? Dat is muziek, hoor maar. Ja. Kan niet, hè? Wat doe ik ermee? Bijhouden. Ik ga mijn zak over de kop intrekken. Ga ik dat wil? Dan doe ik dat maar, hè? Nee, dan moet ik hem altijd moet je schoon zijn voor de andere specialisten die moet hem zo. Smiley!
Smile, smile, smile. Niet? Hé, hey, waar is nou? Ach, oh, hier. Nou meneer, als ik hier klaar ben, dan... Kan ik eindelijk... Nee, blijf hier zitten. Ik moet nog eens ergens blijven zitten. Want er komt daar nog één iemand. En die nog moet... iemand? Ja, en die heeft jou geknipt. Geknipperd. En die moet jou nog ergens komen controleren of alles hier zo helemaal piekpaat laat doen, hè? Nog steeds? Of alweer? Ja. En hoe is het met die achter? Ja, dat is helemaal top. Op mijn rug ook? Nee, op de stoel niet. Hou je mond. Ja, mijn mond op je rug ook. Oh. Nou, maat, ik ben zo terug. Druk hem maar een kusje drinken die je hebt gekregen. En ja, zie ik je de volgende keer weer, hè? Doei. Nee, dat moet je anders doen. Hallo, dat moet je anders doen. Maar ja, meneer. Denk ik, zomaar. Nee. Niet? Ik kom nog extra terug. En nu ga ik weg. Doei. Echt gelukkig wel. Lekker katje. Dat dus. Dat zegt ze dus eigenlijk altijd. Als ik dan zoiets heb, dan doet ze zo. Lekker katje. En dan vergeet ze het gewoon. Het is niet te geloven. Maar goed. Nou meneer, ik moet even kijken. Nou, ik was even snel te leven hot, hè. Dat moet ook even gebeuren. Wat ben je aan het controleren? Is schoon. Of dat de vloer schoon is. Is schoon. Nee, goed. Is ook schoon. Is ook schoon. Goed. Mensen. Is Brett Dekker in geweest? Wie? Brett. Volgens mij wel. En Ankie? Vakantiefan. Ja? Nee. En Gerrit-Jan? Wie Gerrit-Jan? Gerrit-Jan. Is Gerrit-Jan hier geweest? Gerrit-Jan. De conciërge hier geweest. Wie? De conciërge? Ja. Wie is de conciërge? Gerrit-Jan. Oh, Gerrit-Jan? Ja. Nee, is niet geweest. Gerrit-Jan! Nou ja, goed. Hoe het ook zij... Moment, ik ga even Gerrit-Jan halen. Dan heeft ze het weer te pakken. Dan heeft ze het weer te pakken. Het is ook niet te geloven. Maar goed. Gerrit-Jan. Ik heb Gerrit-Jan even gehaald. Dus Gerrit-Jan. Dus... Ja, mijn zaak wel netjes, hè? Ja, ik ga dat kostbare bier niet wegspoelen of niet wegspoelen. Ik heb gehoord dat Gerrit-Jan niet is geweest. Nou wel. Gerrit-Jan, dat wil ik niet kunnen, hè? Dat wil ik niet kunnen, kijk eens die meneer. Ja, die had je moeten aanspreken, hè? Ja, die had je wel komen delen. Daarom hebben wij het niet meer gedaan, hè? Kon je op. Dat is niet te geleden. Nou, gaat u maar weg. Ja, je kan nu nog rondbeuzen, maar net geen zin. Nou. Even kijken, hoor. Ik zou zeggen, dames en heren, ik ga een blauwe duim. Moment. Gerrit-Jan, weg. Weg. Graag een. Weg, nee, haal je mond. Blauwe duim. Hi! Ben terug! Ging je bij de kapper? Hoe ging je bij de kapper? Nou, ja, dit. Nee. Dit is het. Dus, Wie zijn we maar geweest? Britt, Ankie, Gerrit, twee wazige wozen. En ik weet niet wie. Wie is Gerrit? De conciërge. Gerrit-Jan. Die. Ah, die ben ik net tegengekomen. Dan hebben we nog twee van die wozen die in één keer dat apparaat pakken en die begonnen ook in één keer te scheren. Waarom, weet ik niet, controleren. Iemand met de schaar? Ook, die. Ook. Dat was volgens mij Britt toch? Wacht even. Nou. Dankjewel. Ja, bijna sprakeloos. En nou? En nou? Zij Brit? Wie? Zij Brit? Ja. Ja, die. Nou ja, die. Nou. Die. Meid, ja, dat andere wijfje die is net weggegaan, hè? Oh, is ontslagen? Nee. Maar dan? Dat was je kind. Die heb ik eens weggestuurd. Ze had geen reservering, hè? Voor de knipbeurt. Geen reservering. Ja, die had het niet. Reserveer met de knipbeurt. Ja, die had er niet, hè? Oh, Jesus. Die moet weg. Oh, dat moet weg, hè?
Nogmaals, dames en heren, dit is al de derde afsluiting die ik wil doen. Ik zeg... Nou, wacht wel even door. Wacht wel even door. Het wordt terug hoor. Oh man. Wat doet dat er hier net? Ja. Die had ook weer zo'n spuibus in de hand en... Niet daar, ze had een scheer. Ja. Ze had een... Maakt niet uit. Dit ding. Ja, maakt niet uit. Meteen van het noeien in de scharen. Ja, maakt niet uit. Ik ga... Wacht even. Au! Ik moet bij de even spreken. Ja, doe dat in je eigen tijd. Ik ga er tussen. Nee. Ik ga waar is de protector? Dat weet ik niet. Hoe weet ik dit weten? Oké, dan weet ik dat. Even wachten, hè? Kom zo terug. Nou, ik ben nog maar eens naar beneden gesneakt, hè? Ze hadden mij gewoon naar huis gestuurd. Terwijl ze wisten dat ik je dochter was. Dat is niet wel. Nou, die kan je horen. Ik zeg, dames en heren. Even gekkigheid tussendoor. Brett Dekker. Als dit leuk was, dan graag een blauw duimpje omhoog. En eventjes abonneren op dit kanaal, de stofjes. We gaan straks wel een keer scheren met daglicht en zo. Misschien dat het beter gaat dat al die andere kneuzen wegblijven. Dat alleen Fabienne dit gaat doen en afmaakt. Nou, ik geef het Jan, komt wel, denk ik. Nou, dat maakt niet uit. In ieder geval. Het was gewoon even zoet inval. Geeft niks. Ik ga nogmaals afsluiten. Blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan ziet u nog veel meer van onze gekkigheid. Van onze gekkigheid. En wat al in de omschrijving staat. Dus het is kei leuk. En dan zien we u de volgende keer. Geert-Jan! Ik kom! Geert-Jan!